Voor het eerst in de geschiedenis van GameKings gaan we een game reviewen die niemand gaat kopen, want hij wordt natuurlijk gewoon massaal geboycott. Toch? Nee, nee, hè? dat denk ik ook niet. Nee, 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 ja, Waar refereer ik aan? Dat was natuurlijk het hele gedoe rond uh, Helena Taylor, heet ze volgens mij. Sorry, Helena Helm Taylor. Nog wat. Precies, uh, die uh, de stemmen. We, we zijn zouden... er nu alweer vergeten. Ja, we zijn er alweer vergeten. Die stemmen zou doen van Bayonet en dat ging niet door, bladibladibla. -bla -bla, en dan zegt ze van nou, boycott allemaal, maar die game. Dat is natuurlijk niet gebeurd. Um, sowieso niet door ons. Want we hebben gewoon de game gespeeld. En uh, we gaan een review doen. We gaan eens dus even discussiëren over dit spel. Wat exclusief op de Switch uitkomt. En eigenlijk is dat wel logisch. Je kunt zelfs zeggen dat Nintendo deze serie in leven houdt. Ja. Gered heeft. Gered Bizarre heeft. Zarig genoeg. Want. Bayonetta is natuurlijk een, een, een prachtige franchise. Ja, nou, nou goed. Daar gaan we het over hebben. Uh, want ik heb deel 1 en 2 niet gespeeld. Dus dit was... Ja, ja, ik heb deel 2 wel een stuk gespeeld. Dit was mijn eerste kennismaking echt met de game. Acht jaar. Acht jaar na het vorige deel. Zo lang? Ja. Zeven, acht jaar. Dat is een heel lang gedeelte. Ik weet ook dat jij jaar in jaar uit hebt verzucht van... Een nieuwe Bayonetta. En dan kwamen ze met Babylons Fall. En dan zei je: Nee, nieuwe Bayonetta. Kom, kom dan met de game. En nu is hier er dan eindelijk een nieuwe Bayonetta... Met toch wel wat aanpassingen ten opzichte van het vorige deel. Ik uh, geef jou, want jij bent echt een diehard fan van deze serie. Uh, het woord om te vertellen: wat is dit voor game? Waar gaat het over? En hoe zit de gameplay in elkaar? Nou, ik, ik noem dit altijd maar stylized violence of zoiets. Stylized mm -hmm. action. Het is een, een hele stijlvolle, uh, uh, soepele, snelle action game. Mm -hmm. uh, um, nou, me, wederom met uh, Bayonetta in de hoofdrol. Maar, maar het zijn nu eigenlijk Bayonetta's in de hoofdrol. Ja. Want we duiken ook hier de multiverse in. Ja, uh, ja. We, we zien het al in andere games, in andere films natuurlijk. Uh, ja, meerdere Bayonetta's komen als het ware door omstandigheden bij elkaar terecht. In elkaars universum. In elkaars universa. En ja, aan jou, de Bayonetta, die we ook al kennen van de voorgaande twee delen, om ervoor te zorgen dat, Jesus Christ, ik ben even de naam kwijt, maar de Jumikons. Yumikons ja. Ja, zoiets. Dat ze niet de hele boel overnemen. Dat ze alle. Uh, universa uh, slopen en het vervolgens geheel uh, uh, zich eigen maken. Ja, uh, ja en, en dat gebeurt weer met die, die, die typische over de top actie uh, combo's die je maakt. Maar waarbij het nu allemaal wel iets anders gaat dan dat we gewend waren van de voorgaande twee keren. Mm -hmm. uh, dat heeft met name te maken met de. Uh, de de, de, de demon-slaves die je nu tot je beschikking hebt. En uh, het worden er steeds meer gaandeweg. Mm -hmm. Maar die zorgen voor een dusdanig andere dynamiek. Waar ik nog steeds een beetje bij twijfel van of ze daar nou de juiste keuze bij gemaakt hebben. Ja. Uh, gelezende hebbende. Uh, want wat ik al zeg van. Ik heb Delt wel aangeraakt. Maar niet echt intensief gespeeld. Zaten die monsters oh ook wel in de vorige delen, alleen dan waren het eigenlijk gewoon uh, ja gewoon filmpjes die opstarten. Dus het is niet dat je dan echt actief met deze beesten en deze creatures aan de gang gaat. Um, dat is nu wel zo feitelijk inderdaad battle je met haar. Je battelt ook nog met twee anderen. Ja, Viola. Dans. Viola speelt ook een grote rol. Ja. Die, die komt die komt vanuit een andere universe waar uh, de Bayonetta uh, uh, doodgaat zeg maar. Mm -hmm. Zij, gaat, zij weet vervolgens dan nog te vluchten uit dat universum. Ja. Kijk, dit is dan weer een, een, een variant op Bayonetta. Ja. Uh, die gaat dan ook weer kapot bijvoorbeeld. <laughs> maar uh, zij komt dus op een gegeven moment op aarde vanuit de luchtvallen, bij wijze van spreken. Uh, met de vraag of Bayonetta alsjeblieft de hulp kan schieten. En uh, Viola is, heeft dan ook weer de, haar eigen wapentuig. Uh, ze kan slingeren. Um, ja, ze heeft een katana volgens mij, toch? Ze heeft een katana, ja. inderdaad. Ja. En ze heeft darts ook. Je kunt switchen tussen, tussen wapens. Um, zoals Bayonetta dat ook kan. Mm -hmm. uh, dat, dan weer heeft ze de pistols en dan weer heeft ze een grote genotsknots... tot de beschikking. Hmm. Bij wijze van spreken. Um, en, en zo heeft elke, uh, ja, elke character waarmee je speelt. Die heeft uh, haar eigen wapentuig ja. tot de beschikking. En in, in principe kan je dus tijdens die battles uh, die je doet. Kun je er dus voor kiezen en dat doe je volgens mij met de bovenste bumper ZL. Ja, ja dan um, kun je zo'n monster tevoorschijn toveren. Um, die zijn uh, heel krachtig, dus uh, die kunnen in één keer een flink stuk um, van de health bar van een, van, een, van een grote vijand, van een eindbaas of hoe je dat hier ook noemt, afhakken. Maar ze zijn ook eens een keer fucking traag. Um, en ook nog eens een keer op het moment als je, want je bestuurt die monsters, dan kun, je, dan is Bayonetta loopt wel rond dan echt bijna helemaal naakt ja. een soort van heel minuscuul. Uh, klein stringetje en, en Maar een ze is wel ze is kwetsbaar. Ze is dus je kwetsbaar. Moet, je, je, je moet jezelf goed opstellen. Absoluut. Om uh, niet zelf geraakt te worden, want als je ook zelf geraakt wordt, dan verdwijnt uh, vaak ook dat monster weer meteen. Ja. En je kunt dat monster ook niet constant gebruiken. Dus op het moment nee. heb je dan dan. Ja. Er, er is een magic meter en op ja. het moment dat hij vol is of zo goed als vol, dan kun je hem inzetten. En dat gebeurt behoorlijk vaak. En, en dat gebeurde mij naar mijn smaak iets te vaak. Je hebt er drie. Je kunt, uh, ja, de, de ene keer de is het ja. een soort van uh, Godzilla-achtige creature. Dan weer is het een, uh, een hele grote, reusachtige uh, dame. Die je kunt gebruiken. Die ook, 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 ook wel haar eigen moeses heeft. Dan weer heb je een soort van locomotief met een, met een, met een trein erachter. Ja. Die je gewoon door vijanden heen kunt laten razen en knallen en noem het allemaal maar op. Uh, en die kun je ook zelfs. Uh, na elkaar, en nu, dit is dan ook weer een soort van krapachtig creature. kun je ja. ook gebruiken. Uh, ze, ze hebben allemaal hun eigen eigenschappen. En je kunt zelfs in die. Zolang die meter aan het leeglopen is en je het ingezet hebt, kun je ze ook nog on the spat, on the fly uh, laten switchen met elkaar. Dus, ja. uh, de, en de ene die werkt wat beter op bepaalde vijanden. En de, de andere werkt er beter op andere vijanden. Dus zo kun je uh, steeds spelen daarmee. Maar het is wat je zegt. Ze zijn veelal vrij traag. En dat gaat een beetje ten koste van de, de, de snelle gameplay, mm -hmm. de dynamiek van Bayonetta ja. zoals ik dat gewend was, die lekkere die combos aan elkaar rijgen, wapens aan handen en voeten, ja, en en en, en dat was vaak juist de, 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 de charme van, van Bayonetta. Die lange strings aan combos maken. Ja. En dan af en toe als klap op de vuurpijl. Nog even gewoon dat monster om het af te maken. Met die megaton. Uh, even snel dat ding. Een Boom. Max. Damage. Bam. Om het af te maken. Ja. En nu ben je eigenlijk dusdanig veel bezig met die demon. Het moet niet. Het moet niet. Maar. Nee. Ah. Ja. Ik, ik vond het. Laat ik het zo zeggen. Ik ben natuurlijk wat dat betreft meer een noob uh, in dit genre en voor mij vond ik het dan weer wel wat prettig omdat Snap ik. in tegenstelling tot de gemiddelde Souls Game ik hier um, nee ik heb niet heel veel moeite gehad. Ik ben niet helemaal tot het eind gekomen, maar ik heb toch wel vier vijf chapters kunnen spelen en um, zeker ging ik dood, maar vaak per verse, zoals dat heet hier niet. Niet twee keer of meer, weet je wel. Dus mm -hmm. ik kon wel lekker doordenderen. Waardoor je in principe deze game ergens tussen de 10, 11 en 20 uur kunt uitspelen. En dat 20 uur is dan echt als je alles gaat zoeken in de game. Want ook dat is een beetje nieuw. Het is een beetje. Het is niet open wereld, maar het is open wereld die is. Waarbij je dus in de omgeving allerlei dingen kunt vinden. Uh, waar je bijvoorbeeld weer nieuwe dingen mee kunt kopen. Ja. Je kunt ook de maar... hoofdstukken openen. De hoofdstukken zijn. Opgedeeld in verses. Ja. En je kunt gewoon een hoofdstuk doorlopen. Zonder een aantal verses te, te, te vinden. Laat staan voltooien. Ja. Um, het gaat natuurlijk wel ten koste van je ranking. Want ook hier heb je weer sprake van een ranking. Uh, van stone tot aan pure platinum geloof ik. Ja. Um, ik, ik, ik eindig meestal zo met, met de meeste verses in gold. Soms een platinum. Zelden ook nog een pure platinum. Ik ben al blij met zilver ownen ook genoeg zilvers die ik haal, want ja. soms dan, dan, dan neem je het op tegen vijanden waarvan je niet goed weet van oh, hoe moet ik deze benaderen en voor je het weet heb je al een paar klappen om je, om je oren gekregen en dan, ga je, dan neig je al snel naar gold, zilver ja. inderdaad. Ja. Nou, ik vind dat wel het positieve van deze game. Ik bedoel, het is actie, het is uitdagend, het, het, het kan pittig zijn, maar het geeft je wel die keuze, hè? Ik bedoel anders dan een Elden Ring waar van hey take it, uh, en als je het niet lukt, dan jammer voor jou. Zit er zitten dus hier een, een, ook een easy mode in die zou ik je niet aanraden, want dan mm. doe je bijna niks en dan ben je een verhaal aan het uh, volgen. Dat is zonde. En uh, dan normal, uitdagend en dan extreem uh, uh, lastig en uh, normaal. Wat ik voornamelijk heb gespeeld en ik heb het even geprobeerd om wat uitdagend. Maar normaal is, is toch best leuk uitdagend genoeg. Um, om, die, om, om gewoon veel plezier met deze game te hebben. Dus ik vind dat dan wel weer tof. Want als dit zo moeilijk was geweest als. Um, een Elden Ring. Dan had het mij te veel geïntimideerd. Nou, ja, vergelijk het dan met een Ninja Gaiden. Of Ninja Gaiden. Ja, wel? Dat, dat is ook. Of, dat is action. Dat is action. Ja. Ik bedoel. Dit, dit heeft weinig tot niks met RPG te maken. Want het heeft, het heeft heel erg dat Japanse. Dat, um, kijk. Meestal in, in. Ik ben dan omdat ik meer westerse games speel, gewend. van Je krijgt een tutorial. En dan wordt eigenlijk in basis wel uitgelegd wat je de rest van de game gaat gebruiken. En dan kun je gaan levelen. En dan wordt je wapenkrachtig. En dit en dat. Dat Japans is de hele tijd dan knoppen komen, heb je iets geleerd en dan heb je twee verses gedaan, bam, komen er weer nieuwe erbij, weet je. En het blijft, het, het houdt gewoon niet op, het blijft maar doorgeven. Ik kan dit doen, ik kan dat doen, ik kan het ook zo op, op. Ja, je blijft natuurlijk in de Jesus. skill tree, is ook gewoon je, je movesets, je combos, en ja. je, je, je acties, je, je aanvallen, blijf je uitbreiden. Ja. Uh, het is een behoorlijke uitgebreide skill tree en voor elke character, elke character heeft dat weer wel. Ja. evenals elke demon slave, die, die kun je ook steeds weer ja, uitbreiden ja, 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 met movesets. Ja, ja. Dus op een gegeven moment, ja, nou, ik mij gaat het op een ook boven mijn pet. Ik, ja. ik, ik denk dat ik over de hele game bezien, denk ik, 60% van de beschikbare moves ook daadwerkelijk heb uitgevoerd. Omdat ik weet van oké, okay, dit is wat werkt voor mij. Ja, ja, ja. Maar om dan ook. Oh, uh, zet en dan oh, beneden boven. Een rondje <laughs> gevolgd tot twee keer. Uh, ja. Weet je rood gevolgd tot twee keer blauw. Ja. In, in de hectiek. Gaat dat ook vaak bij mij uh, ja. volledig uh, mank? Weet Over, je wel. Overigens vind ik dat wel, uh, dat is mijn eerste kritiekpunt, een verkeerde keuze. Ze hebben dus uh, die combos. Je speelt op de switch en daar heb je gewoon letters uh, uh, op je, op je button staan. En in beeld hebben ze dan. Ja, icoontjes als Ja, waar. blauw en rood. En, dus ik ben steeds aan het denken, of Wat oké, wat, ik wat is weer ja. blauw en wat is rood? En ik speel al niet vaak op de Switch. Dus nee. ik denk, A, B, X, Y. Ook I. dat is vervelend, ja, want B zit hier en A zit daar. Ik heb je... laatst iemand, uh, ik zag een tweet van, ja. hé, hey, mijn vrouw heeft gewoon uh, terloops eventjes de oplossing voor een universele controller gemaakt. Oké. Okay. Noord, zuid, west, oost. Ja, dat zou het... Doe het gewoon, Doe het allemaal. Doe gewoon N W Wat is het N S W E? Het is. Dan zijn we klaar mee, weet je wel. Maar ook hier weer ter verdediging, button bashen kan en werkt over het algemeen wel in de normal mode. Op normal, ja. Als je hoog gaat, je kunt dus als noob... kun je rustig een eerste playthrough doen en dan zul je zien. En dat had ik ook van. Op een gegeven moment. Ga je je eerste combo's een beetje leren, weet je wel. En dan ga je daarop focussen. Net als met, met, bij wijze van spreken met de FIFA doet. Want ik kan niet al die skill moves, maar een paar heb ik er dan. En dan kun je daarmee aan de gang. En dan zie je gewoon dat het gebruik van combo's... en op de juiste manier, dat verhoogt de spelvreugde, Want je wordt, je wordt daadwerkelijk ook beloond uh, door deze game. Want het ziet er... Ja, ik weet niet welke drugs gebruiken uh, bij Platinum. Maar mijn hemel, wat een visueel spektakel ja overweldigend, overweldigend ja, vaak, maar tegelijkertijd, uh, omdat de wereld ook groter zijn, is het staat het toch iets vaker verder vanaf qua cameravoering. Mm -hmm. ja. En dan nog ben je soms nog wel eens gewoon de, uh, het zicht kwijt, mm -hmm. omdat de camera niet altijd even. Nee, mee nee, werkt. Ja, die, daar ben je wel constant mee bezig om die zelf goed te houden. Want ja. je, je je vecht veel van die verses zijn in een soort van ronde omgeving en op een gegeven moment dan uh, dan heb je vaak een groot karakter en dan wat kleine karakters uh, die je dan, hè, dan nou, maar goed, daar heb ik altijd aan geleerd, je moet eerst die kleintjes even uh, kapotmaken, want mm -hmm. die zijn vervelend en dan kun je je focussen op die, die grote. En dan op een gegeven moment kan het zo zijn, als er, als, er al, als er nog maar één of twee van die kleintjes over zijn en die staan dan ergens in, dat je, fuck, waar staat die nou, weet je, en bam, krijg je zo'n klap. Ja. Uh, weet je wel, dus, maar ook dat is weer heel erg Japans. Ja, maar daar moet maar eens iets op bedacht gaan worden. En, ja, zeker, uh, maar ja. In, in dit geval, zeker als je wat grotere arena's uh, hebt, grotere gebieden hebt, dan vind ik dat je iets meer zicht moet kunnen behouden. En dan, mm -hmm. dat is hier niet helemaal het geval. Um, en dat is wel jammer. Um, zeker ja. als je, zeker worden de, de, de completionists en dergelijke, hè, als jij gewoon hoge ranks allemaal wil halen, ja. Ja, dan, dan kun je het niet, uh, dan kun je het je niet permitteren wanneer iemand van uh, buiten je zicht achter je opeens jou een uh, flinke douw geeft. Want uh, dat gaat ten koste natuurlijk van jouw, uh, van jouw uiteindelijke rank. Weet ja, je wel. ja, je kunt feitelijk uh, uh, door op je linker stick te drukken of op je rechter, een van de twee, kun je ook, ook lokken. Alleen vind ik dat op de switch vind ik niet. Het lekker werken. Want ik, dat, dat hele harde drukken vind ik altijd een beetje eng. Daar. En ook het switchen tussen de, uh, tussen de locks, zeg maar. Dan ja. moet je dan weer met je D-pad bijvoorbeeld. Ja, het, het is een beetje clumsy. En um, ik kan me voorstellen, voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Uh, maar voor iemand die echt voor, voor het maximum gaat, dat dat uh, vervelend gaat zijn. Ja. Um, laten we even toegaan naar wat mij betreft een heikel punt. En dat is het feit dat deze game um, natuurlijk gebonden is aan de Switch Platinum Games, haalt er echt. Daadwerkelijk alles uit wat er ook maar uit te halen mm. valt. Maar ik denk dat de Switch eigenlijk niet krachtig genoeg is voor deze game. Nee, en dat terwijl ik bij de Wii U bijvoorbeeld het gevoel had dat, uh, dat er echt heel erg goed gebruik van, 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 van de hardware gemaakt werd. Ja. En, en op sommige vlakken zag de Bayonetta 2 op de Wii U misschien nog wel beter uit dan... Misschien chargeer ik een beetje hoor, maar ja. dan uh, bij 3 op deze Switch. Mm -hmm. um, ik, moest, ik ik vind veel um, omgevingen. Ja. vind ik vrij bland, vri Zeker. vrij vlakjes, niet erg indrukwekkend ogen. Nee. Uh, daar waren de characters over het algemeen wel prima ja. ogen. Niet allemaal trouwens, want sommige characters hebben of weer een beetje rare facial animations. Mm -hmm. Dat ik denk van, hé, dit, dit is toch geen 2014, weet je wel? Nee. En um, um, dus dat ja, daar had ik wel zo een beetje ook mijn bedenkingen bij in de Um, al, al heb ik deze games nooit gespeeld om de, pracht, om, om de grafische pracht en praal, maar puur nee. om, de, om, de, om die stylized violence. Maar ja, zeg maar, goed, het is natuurlijk een vraag die ik veel last van fucking hell, waarom komt deze game niet naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X? Omdat, omdat doel... die allemaal geen behoefte hadden aan uh, Bayonetta, nee. uh, uh, Bayonetta 1. Zeg nee. maar. Nou ja, kijk, en het ding is van: uh, een game kan minder mooi zijn omdat dat nou eenmaal gewoon het maximum is van een Switch. Het moet natuurlijk geen performance problemen zijn. Nou, die heb ik zelf niet echt gezien, behalve soms bij cutscenes, dat het er als stottert. Ja. Um, en ze hebben duidelijk gewoon wel keuzes moeten maken: van oké, okay, dan doen we de, de, de monsters en de characters, doen we echt goed, maar inderdaad, dan de omgeving is wat bleekjes. Ja, kijk, zoals dit, weet je, ja. En ik zit, ja, goed, ik zit, we zitten in 2022, waar als, laat ik zo zeggen, de vergelijking met wat Nintendo doet uh, met hun games, denk ik toch dat ik dit niet. Super mooie game vindt nee, het is zeker niet de mooiste game die op de switch verschenen is, nee. uh, maar het neemt niet weg dat ja, het is misschien wat kom, maar uiteindelijk vermaak ik me weer voor het overgrote mm -hmm. deel ja, echt, prima tuurlijk. met deze game, weet je wel? Want het is ook uh, zeker geen, geen, uh, um... nou ja, goed, maar het de... is omdat ik deze franchise zo hoog heb zitten, tuurlijk. dat dat mijn verwachtingen misschien nog iets hoger, misschien onrealistisch ja. hoog waren. Al ander dingetje, werp ik jou ook even voor de voeten? Jij bent iemand die die. Nur, deel 1 en 2 opgefroten heeft, is de pacing van deze game is iets anders. Ik bedoel, um, bijvoorbeeld, er zitten wat puzzels in. En er zitten wat onrails actie in die en, bij de side missions die totaal anders zijn, zo 2D, oldschool ja. uh, platformachtige games. En de cutscenes zijn af en toe erg lang. Je ja. halen mij een beetje. Kun je, skip, kun je, skip ja, je, je, je kunt ze skippen. Oké, okay, maar goed. Maar vind jij uh, dat de pacing daardoor. De monsters ook een beetje erbij. Um, Viola die gewoon wat minder krachtig is, wat minder sexy in wat ze doet qua qua aanvallen dan uh, Bayonetta natuurlijk. Mm -hmm. Heb je het gevoel van. ze hebben wat dingen aan deze game. wat aan de formule gesleuteld dat hadden ze voor mij niet hoeven doen. Nou ja, met, met name de, de, de demon slaves. Ja. Die, um, die vertragen de, 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 de snelle gameplay aanzienlijk. Ehm mm um, dat had... soms wel echt bruut uit. Ja, maar het is niet wat ik wil uit een van, van, van een Bayonetta-game. Oké. Okay, ja, het is al wat, wat ik eerder aangaf. Ik wil die, ik wil die snelle combos maken. Ik wil, ik wil het gevoel hebben volledig in control te zijn. En ik wil niet opgehouden worden door uh, trage, logge shit. Ja, demon-slaves uh, demon die mm -hmm. ik aan mijn zijde heb. Die het dan weer opnemen tegen andere uh, grote creatures. Creatures overigens die ik. Uh, we, we zien een aantal oude uh, bekende. Mm -hmm. Maar we zien een. Ja, een, een voornamelijk een nieuw een nieuw ras zeg maar ja heel erg groen met blauw ja en ook een beetje vlakjes ja nee heel ik ook veel niet. lijkt op elkaar ja uh, vooral die, die, die grote creatures weet je wel dat uh, ja dan staat er zijn. ja dit is die en die en dit is ja. die en die oh ik dacht dat ik die een uh, twee uurtjes geleden ook al uh, uh, gezien had weet ja. je wel bevocht had dus uh, ja niet heel erg indrukwekkend, om eerlijk te zijn. Ik vond die die, 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 die achtige creatures mm -hmm. van 1 en 2... met al dat goud. En, dat zag er echt gewoon flashy en indrukwekkend uit. Ja. Ik vind ja, dit soort characters... ze doen er niet zoveel, om eerlijk nee. te zijn. Weet je wel. Nee, het is letterlijk gezichtloos een beetje. Mm -hmm. uh, het is sowieso... en misschien ligt het aan mij, maar... ik snapte niet helemaal wat er aan de hand was in deze game. Het is... Het is Heel ja, ik zeg het wel vaker om, maar heel Japans. Uh, de uitleg en, en, en de, 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 de metaforen die gebruikt worden en dat, dat heen en weer tussen die metaverse, waar ik al niet zo heel veel van. Ik vond het lastig om daarin te komen. Het, 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 uiteindelijk had ik er geen probleem mee, omdat ik die gameplay gewoon hartstikke leuk vind. Ja, deze gaat... game speel je bijna nooit echt voor. Het nee, geval, maar je maken kan... ze zichzelf daar niet um, wat lastig mee? Ik bedoel, zo'n Ninja Gaiden. Uh, dat verhaal was begrijpelijk. Ik en, vond dit ook nog genoeg begrijpelijk hoor. Ja. Um, af en toe krapte ik mezelf ook wel achter de oren van oké, okay, really? Maar ook dat is bijna <laughs> net. Dat is, ja. is Platinum Games. Weet je wel. Die gaan gewoon soms all out. Uh, wat dat betreft. Ja, zo'n beer van een gast dan, inderdaad, en die heeft dan allemaal van die. Poppetjes op zijn lichaam, weet je dat is echt de weirdness. Dat is Bayonetta in een, in een ja. weet je wel, dus dat is wat het is. En uh, de shot is... zat ongeveer in, in, in de kont. Ongeveer, weet de je de dat? kont? Ja, ja. En andere weer uh, als je die Queen, die die, die Queen uh, uh, Butterfly, Butterfly Queen, Queen Butterfly ziet, volop op die titties gewoon de hele tijd. Ja. Tijdjes, ja, ja. Mag je niet meer? Mag dit nog wel? Kan ja, dit dat nog? Ja, gelukkig nog wel, ja, weet je ja. wel? En uh, ik bedoel, het, het leidt uiteindelijk weer voor een overgroot deel tot uh, prima gameplay, toffe combat. Ja. Maar hier en daar bepaalde keuzes die gemaakt zijn in die combat en, 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 de, en in de mechanics. Waar ik mijn vraagtekens bij plaats en uh, ja. ik, ik hoop maar gewoon, hè, want we moeten, nog, we moeten toch stil en een conclusie gaan werken. Anders, ja, zeker. Well, voor je het weet, zitten we hier aan een premium review. Nee, dit uh, is een premium review. Oh, dit is, een premium dit is de premium review? Ja. Oh, ik dacht dat we eerst de open deden. Nee, nee, we doen ah. gewoon lekker even premium. -deden. Oh, dan, dan lullen we nog even vrolijk verder. Ja, nee, ja, goed. Ik bedoel, wat, wat, wat heb je ik nog neem meer? even een slokje thee, hoor. Ja, nee, zeker. Uh, nou ja, goed, ik, 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 we hebben... Kijk, allereerst, deze game is niet voor iedereen. Nee, dat sowieso niet. Daarvoor Heel, ik, is het. Ik weet nog dat, Koos, weird. dat Koos, Daan en Jelly die zagen die trailer toen met gameplay's. Ja. Het, wat is het voor lelijke nonsens? Kijk, voor die mensen is het niet. Nee, nee Ik vraag ook altijd vriendelijk van wie wil deze game reviewen en ja. jij stak je hand op en voor de rest helemaal niemand. Nou, nee, ik van, ik, ga ik, het zelf ik, ik ken er wel wat met Ja, Steven uh, weet ik, maar Steven, die kon niet. Kevin die vindt Kevin, het ook uh, ja. te gek geloof ik. En uh, weet je, het is, het is overdonderend, het is overweldigend. Het is niet moeders mooiste, maar als jij uh, in staat bent om daarheen da daardoorheen te prikken. dan heb jij gewoon in de basis gewoon wel een hele toffe, uitdagende action game. Weet je wel. Die uh, ja. je. al als uh, 12 tot 20 uur. Uh, kan, kan, kan boeien. Ja, maar, maar vind je dan niet dan. of vind je dat juist lovenswaardig dat uh, Platinum. Uh, vasthoudt aan. de weirdness. en het extreem over de top spektakel wat je ziet wat je niet gewend bent als je dit doet. Je kan daar ook helemaal denken van oh fuck wat ben ik nu allemaal aan het doen wat er gebeurt. Zoveel in beeld. Ze hadden het zich ook makkelijker kunnen houden, iets Door meer wat te doen? Nou, iets meer mainstream. Dus gewoon dat bedoel ik. Ja, snap je een beetje wat ik naartoe wil? Gewoon. Ja. Je maakt het um, kijk voor mij ik ben een noob hierin en uh, I don't know is is nier automata is dat is dat mainstream? Nee, nee, dat nee. Nou goed. From Software heeft bewezen dat je een een, een Uitgesproken niche genre, dus uiteindelijk mainstream kan maken. En je kunt. Ja, maar dat heeft jaren geduurd, hè? Zeker. Want Demon's World was een absolute niche. Nee, maar goed, dit heeft ook. acht jaar. Ik bedoel, dit, be de deze, dit serie bestaat ook uh, al. Pff. Nou ja, ook al een jaar of vijftien inmiddels. Ja, ja, iets in minder lang. En um, heb jij het idee. Laat ik de vraag anders stellen. Heb jij het idee dat. Platinum met Bayonetta 3 nu een, 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 net als From Software op een gegeven moment een sweet spot heeft gewonnen. waarmee ze meer gamers gaan overtuigen om dit te spelen. Dan alleen de fans van Bayonetta die hier al jaren op zitten te wachten. Het hangt het hangt er denk ik ook een beetje vanaf wat er op de Switch allemaal speelbaar is op dit ja. moment. Weet je wel. Um, dit, is, dit kan wel een game zijn. voor veel mensen. Stel dat er nu niet zo heel veel uitkomt op de Switch. Nou, we gaan het najaar nu uh, stil, toch ja? echt in. Ik heb wel behoefte aan iets, iets leuks, iets het is anders. Ook een van de weinige, wat meer gewelddadige games die je op de Switch kan spelen. Ook dat. Ja. Um, de, deze game kan absoluut wel wat nieuwe, um, nieuwe geïnteresseerden trekken. Okay. Dat, dat, ja. dat denk ik wel. En um, daar zal absoluut ook wel gewoon een deel tussen zitten dat, dat er helemaal in opgaat. En dat is wow, dit deze shit is over de top. Maar mm dan -hmm. like it, weet je wel. En uh, ik, ik denk dat dat wel kan. Het, het hoeft niet per se in niche te blijven. En uh, maar ik denk ja, dit is ook geen monster seller of zo. Nee, nee dat, dat 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 zou kunnen. Ik, ik weet niet op, op een hele vreemde manier raakte ik wel gewoon. Ik vond het wel tof om te spelen. Ook al snapte ik niet alles. En dat is ook het grappige van je hoeft. Ten eerste kan ik iedereen zeggen die zegt: maar, uh, Want die vraag krijgen we heel vaak. Ja, ik heb deel 1 en 2 nooit gespeeld. Weet je wel, en ik heb er ook misschien geen behoefte aan. Ik volgens mij is deel 2 wel naar de Switch overgezet. Um, moet dat? Dit kun je spelen, dit kun je weegspeeld. Exact, ik bedoel je, zal niet 100% begrijpen. Er zitten wat dingetjes, maar in principe kun je dit prima spelen. En kun je dit spelen als je de hele verhaallijn niet snapt? Ook dat. Want de game is redelijk recht toe, recht aan. In de zin van, je kunt altijd op je link stick drukken en dan weet je waar je naartoe moet. Je verdwaalt niet snel. En het is geen open wereld. Uh, Alle Elden Ring of Assassin's Creed waar je enorm veel moet zoeken. Over het algemeen ben je gewoon uh, ja, wat dingen aan het vinden. Um, voor de completionist. En verder rest, ja, ga je eigenlijk van verse naar verse. Oftewel van battle naar battle. Ja. Um, maar ik, ik verbaas me er wel over van, dit is dit, 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 bizar. Het is werkelijk een van de meest bizarre Games die ik heb gespeeld in, in, in de vorm van actie. Het is. Ja, nou, ik vind het eigenlijk nog wel meevallen. Nou, maar misschien is... omdat ik ja, dit soort games ik... al jarenlang speel. Dat natuurlijk, bedoel ja, hè? Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, zeker met de, de, de hoeveelheid ja. uh, moves die je uh, tot je beschikking hebt en, en ja. gaandeweg krijgt. Uh, het, is, het is wel, het is, het is een. Het is een flinke chunk, ja, weet je wel? Het ziet, en het ziet, er, het ziet er wel een beetje clumsy uit allemaal. Ja, maar de, 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 ja. die omgevingen, dit is bijna, ik wil, ja. ja, ik wil niet zeggen Gamecube, maar ja. het, het, het ziet er gewoon vrij arme uit, ja. weet je wel? En dat is, dat is zonde, want. Uh, de, de, de main chunks, de, de, de characters en, en ja. hoe de actie wordt vormgegeven, ja, zeker. zeker. Ook vele malen scherper, crispier en zo kleurrijker. Vind je dit dan ook leuk? Dit, dit is dan bijvoorbeeld echt zo'n zo platformgedeelte. Ik ja, het haalde mij vreselijk uit die. Zat dat al in de vorige delen? Ja, dat zat in bepaalde, tot zekere mate wel in de vorige delen ook. Ja. Uh, wanneer je met andere characters speelde. Uh, al heb ik, al, ik, ik weet het niet meer precies, het is alweer een tijd geleden. Maar dat. dat de, de, de verhouding nu mm -hmm. in deze game is wel anders. Ja. Je, je, je spendeert echt meer tijd met andere, of met andere characters dan dan met, alleen met Bayonetta, zeg ja. maar. Terwijl Bayonetta, en ik, dat merk ik toch wel, want weet je, na Viola uh, gespeeld te hebben, kom je op een gegeven moment weer terug met Bayonetta. Maar, powerful. Uh, ja, dat, dat, dat speelt weer zoveel lekkerder en vertrouwder. Ja, weet je wel. ja, ja absoluut. Ja. Niet dat het erg is, hoor, die, die variatie. En, en, en zij met haar uh, katana, dat is bedoel, ook tof. En, en uh, Chess, Chester, uh, die, 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 die reusachtige kat die ze af en toe ook inzet, ja. die als een, een soort poppetje aan de, aan de katana zit, maar die op een gegeven moment, als, als ze hem oproept, komt uit de kluitige gewassen kat. Ja. Um, maar ja, weet je, niks kan tippen aan, aan Bayonetta. Nee. Een Bayonetta die overigens qua voice acting ook prima weer klinkt, hoor, met deze nieuwe voice actors. Ja, absoluut. En dus, ja, goed, dat was nog een vraag toen, toen, met die hele ellende. Uh, maar er zit best wel veel voice in, dus ik, sta, ik snap ook wel, ja, het is wel karakteristiek, haar stem is wordt veel gebruikt. Het is, uh, het is een aparte tante. Ze is nergens bang voor. Ik vind dat wel uh, heel erg grappig om te zien. Al vind ik er dit keer iets minder goed uit de verf komen. Ik bedoel, het ja? klinkt allemaal goed. De, oude, de nieuwe voice actress doet haar werk goed als, uh, als Bayonetta. Alleen, uh, qua uh, de lines, het script, zeg maar, de Bayonetta, die we nu... Ik vond haar in deel 1 en 2 meer uitgesproken, ja, zeg, ja. Maar. Um, nog cockier, zeg maar. Nog kakier, zeg maar. Nog... Dat is een, ja. echt gewoon met een R heb. Dan heb ik jou daar lekker uit de hoogte, lekker bij de hand. Ja. dat is dat komt in dit derde deel iets minder goed uit de verf, helaas. Ja, ik weet niet uh, waarom dat is? Nee, um, mijn laatste vraag aan jou: Je hebt, ik wil niet zeggen acht jaar, maar je hebt zeker twee, misschien drie jaar uitgekeken naar deze titel. Je hebt een paar keer bij de E3 geroepen, ja. dat soort dingen. Elke keer als Nintendo, van oh, kom, als ik ik bij net bij net, hij ze nu heeft het je verwachtingen overtroffen. Nee, past het gewoon. Nou, oké. Okay, dit, dit is wat ik gehoopt had. heb ik gekregen. Of zeg ik van, nou. Nah, hmm, misschien heb ik te veel gehoopt. of te veel gewild. Maar. Nou, is, het de beste, is het ook de beste bayonette. uit de drie? Nee. Nee, ik denk dat dat twee wel is. Ik okay. denk dat twee. de, de, de beste bayonette is. Um, misschien dat door het lange wachten. mijn verwachtingen. te. Uh, nee, nee niet, niet per se onrealistisch. Mm -hmm. Ik wilde gewoon een Bayonetta 2 met iets meer toeters en bellen, bewijs van spreken. Ja. Die gewoon naar 2022 uh, Die gewoon naar 2022 getrokken werd. Ja. Uh, qua upgrades, grafisch, uh, frames, noem het allemaal op. Soepelheid. Ja. Uh, sexiness, gewoon. Lekker gewoon een uh, Bayonetta 2 in een 2022 jasje met wat uitbreidingen. Nou. Uh, ze hebben iets te radicaal het roer omgegooid, zeg okay. maar. Door, ja. eh, nogmaals, ik heb het al eerder een paar keer gezegd... die, die de demon slaves had voor mij niet per se gehoeven. Mm -hmm. uh, dat, dat grote, bedoel... Er zitten af en toe wel een paar leuke segmenten in... dat op een gegeven moment één van jouw demon slaves... allah Godzilla versus Kong bij wijze van spreken... Dan vooral het op het. Het opeens in een 2 d beat beat-em-up game zeg maar. mm -hmm, yeah. dan zit je op een gegeven moment met, twee, met twee van die logge uh, monsters. Zit je dan tegen elkaar te vechten? Dat is even leuk, weet je wel. En maar er zitten ook uh, versus en side missions in waarbij ze de plank een beetje misslaan, die die, die, die vlakjes zijn of die niet ins, die die weinig inspiratievol uh, overkomen. Weet mm -hmm. je wel, en ja, dan denk ik van had het maar, maar wat meer bij de basis gehouden, had gewoon gepakt. Wat in 1 en 2 zo ontzettend goed werkte. en had dat verder uitgebreid. Uh, ik, ik bedoel, ik kan het altijd waarderen wanneer je iets nieuws probeert. maar in dit geval. hebben ze de, de, de nieuwe dingen. Uh, nou, die, die hebben toch een klein beetje verkeerd uitgepakt. En dat zorgt ervoor dat, dat Bayonetta 3 nog steeds zeer vermakelijk is om te spelen. Mm. Laat dat duidelijk zijn. Het, het voelt nog steeds heerlijk aan om zo'n Bayonetta gewoon onder die knoppen te hebben. En, 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 de, en de combo's mee uit te halen en dergelijke. Maar um, misschien was less beter geweest okay. dan more, ja. als het ware. En de Switch werken ze ook een beetje tegen. Ja, of dat de Switch is of dat dat uh, de, de ambities nee, waren van Platinum Games, <sus> dat, dat weet ik niet. Maar, ja, uh, nou, misschien tijd voor Microsoft om een deal te sluiten voor Game Pass. En dan gewoon volle bak mooie graphics erin. Ja, maar ik weet niet of dat gaat gebeuren. Nee. Nintendo is gewoon verantwoordelijk voor ja, nee. het in leven houden van deze franchise. Omdat Sony en Microsoft het er verder niet meer in zagen. Zitten nee, toen. nee. Nou, het is er nu even afwachten. De game ligt in de winkels, is te koop. Um, ja, goed, laten we kijken. Ik denk, ik denk dat ook Nintendo op een gegeven moment wel eens een keertje gaat nadenken: van oké, okay, dit, dit is nu wat we nu verkopen. Gaan we ermee door of gaan we er niet mee door? Ik hoop wel dat Bayonetta gewoon blijft bestaan. En ja. ik, fingers crossed. En ik, ik, ik wil niet die, die graphics horror zijn of wat dan ook. Nee, maar, nee. Uh, uh, dus, Bayonetta verdient meerdere platformen eigenlijk. Weet ja. je wel? En, en verdient het om gewoon in, in alle pracht en praal op zo'n PlayStation 5 en. Xbox Series X en op, op de PC van bij gewoon te shine, weet je wel. En ja. niet beperkt te worden door hard, hardware uh, capabilities en van een switch. beperkt te worden in een doelgroep die het wil spelen, want niet Ook. iedereen zal een switch thuis hebben. Alhoewel ja. heel veel mensen dat wel hebben. Goed, Bayonetta 3.